Petra. Met 20 heb je 40 rijders hier rondlopen. En ook nog helpen, nog 20, dus hier staan we gauw. En 60 man en vrouw, niet te vergeten in de pitstraat. Op drukke momenten. En dan hebben we ook nog de pitofficial. Die zorgen dat die niet te hard gereden wordt. Dat er niet gekleurd wordt met olie. Dat de motoren worden uitgezet. Als er van rijders wordt gewisseld wordt, of benzine getankt. Ja, ook brandstof zal tijdig bijgetankt moeten worden. Want 3 uur is een heel hard. Sommige teams die stoken er dan. Transporteur. En daar gaat het. De vlag is gevallen. En als ik het goed zie, zit iedereen in de zaal. Stap nu af, Chris van der Weijden gaat erop klimmen. Hij moet zijn helm erop zetten, hij moet zijn hand doen erop. Zonder enige stress, zonder enige tijdsdruk. Zojuist zei hij aan tegen me, geen zenuwen, geen stress. Onderwisselen, rijdenwisselen, goed gezien. We hebben toch een regelmatig resultaat. Ik denk dat ik nog eens naar die boot heb, ik alles in de hoofd, ik alles in de hoofd. Daar zal ik niet alleen.
60. Geen racing team. Team maakt het tegen. Dat is het motorblok uit gewoon 1. Goeie taak. Een beetje een opstopping aan het eind van de pitstraat. Ik geloof dat de mensen toch goed de baan, de pitstraat weer kunnen verlaten. Dat zijn ook niet aan de motor is goed aangeslagen. Ben kiet allemaal op, die kan de baan verlaten. Dat zie ik nu gebeuren. Zie je weer goed op in. Het groene licht van de officiële tijd van de pitstraat. Verbonden stint in de zaal Henry Ravenstein. Heeft de eerste stint gereden. Wissel van woorden. De Suzuki 57 wordt even gestart. Hij slaat aan.
geen olielek. Die mannen zitten nu aan het bier. Ze hebben nog een goede accu in het renningskwartier, maar ja, daar kunnen ze nou niet komen. En de accu in deze fiets is helaas overleden. Thank you.
Thank you.
letten, tijden in de gaten houden. Zorg dat wij nog zwarte kabel ligt er over de baan, dat noemen we de meetlus. Elke motor heeft een transponder aan. En bij elke doorkomst wordt dat geregistreerd. Ik was aan het vertellen over de tijdwaarneming en ik zei er zitten twee dames in die caravan. Dat is helemaal niet waar. Drie dames in die caravan. Gelukkig maar, want dit is echt niet het leukste klusje van allemaal hier. Die we dan opgespouwd zitten in die gezonde caravan. Enfin, ik was aan het vertellen over die tijdlus. Die hebben we aan de baan geschroefd. Die ligt echt over van die caravan. Omdat we van elke baan... Omdat we weten hoe lang de baan is... Weten we een rondetijd. Al die rondetijden worden bij elkaar opgesteld. Die worden vergeleken met die rondetijd van de eerste ronde. Elke afwijking daarvan wordt opgesteld. En dat is uiteindelijk de straftijd van het team. En hoe minder straftijd je hebt, hoe meer je maat de eerste rijdt. Zo weten we aan het einde. Heel makkelijk, met behulp van de computer. Hé, hey, probleempje voor 4 hier. Daar viel even de motor stil in de bocht 1. Dat is heel leuk. Maar verder kwam het goed. Thank you.
Thank you.
hopen dat de band niet uitspeelt, want dan kunnen die motoren niet onder. Van hem, dat is groot. Is dat het hele pand van hem? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay.